Niet zo snel, joh. Nu film ik vet mooi de weg. Ja, goed zo. Oh, wacht. Je gaat niet meer terug. Wacht even hoor. Wat is dat? Deur dicht, hallo? Ja, ik film! Ja. Succes! Niet doe maar op de middelste. Okay. Ze gaat helemaal niet naar Whisper! Whisper! Denk er wel om, hè, Char. Nu wel. Oh, Wiesie, vind je dit leuk? Zo, 3, 2, 1. Daar gaat Charlie een klap. Kijk, dit is mooi. Ze moet echt even uitvechten, hè? Ja. Maar beter gaat dat andere touw even weg. Oh ja. Ik zal gewoon die pilaar die staan. Nou, dit is wel heel mooi. Kijk, dan zijn ze ook even groot, moet je zien. Charlie is haast groter hoor. Ja, dan is Wies wel een bitch. Ze zal. Afstand. Ik ben een baas. Met Wie wordt het nou, hè, Wies? Ik. Wat nou? Mijn trein. Dit is nog maar 3. Ik ben blij dat je zo'n hoog hek hebt. Voel best veilig, moet ik zeggen. Hallo. Nou, vandaag is dag 2. Gisteren hebben we Charlie hierheen gebracht. Sophie heeft ons opgehaald. En toen hebben ze samen in de paddock gestaan. Het was wel een beetje gillen en zo. En nou hebben we gisteravond laat hebben we die stal gemaakt voor Charlie. Het is een beetje creatief. Maar het doet het. Dus ik kan het laten zien. Kijk, dit is Whisper's stal als ze dit ding even dicht doet. Kijk, dit is Whisper's stal met de deur, die moet dus dicht. En dan heb je ernaast het Charlie's stal. Maar dit was een beetje laag. Dus dan hebben we er een zaal aan vastgebonden. Zo, moest er bovenop klimmen, al die lekkere spinnen zaten daar. Maar goed, om het een beetje vast te houden, heb ik mijn voertuig daar neergezet. En deze stal is oprecht best wel groot. En dan hebben we dit vastgemaakt met strootouwtjes. Dat is de tussenwand van de trailer. En dan kan je hem zo met dit vastmaken als op stal. En dan gaan we nu even spullen laten zien. Althans, ze zitten al in de tweede, want we gaan zo naar de manege. Nou, hier zitten zo'n feederspullen in deze kast. En hier zitten die van mij in. Zo, maar die zit nu ook leeg. Dekjes, jassen, alles. En hier het kuil van Sophie is dat, maar ik heb ook mijn eigen hooi mee. En dan hiernaast zit het stro. En in die tassen, zit mijn hooi van Kees nog in. Maar dat is al bijna op. Ik heb nog wel 2 hooi net, hele grote. Dus nou ja, een beetje van Sophie alleen. Hè. En dan, als we naar buiten lopen, zien we Sophie. Die is aan het gras maaien. Of is ze zich verstopt? Nee, daar is ze. Heitje voor een kwijtje. En dan is dat de trailer. Daar gaat
Charlie straks in. Heb ik hier mijn spullen in gedaan. Springzadel, dekje, peeskap, hoofdstel. En zijn viederzadel, want die gaan we passen straks ook. Dus een stube springzadel. Stube Roxanne, dacht ik. En dan lopen we door. Oh ja, daar is de mesput. En daar hebben we daar onze lieve vriendinnetjes. Gisteren hebben ze elkaar echt verrot getrapt. Maar vandaag gaat het wel goed. Hey Charlie. Hey Whisper. Kijk nou. Echte moppies. Ze hebben alleen het tabak omgegooid. Hebben er kuil in gedaan. Maar Whisper is goed in omgooien. Dus die heeft besloten dat op de grond eten lekkerder is dan uit de bak. Kom, beetje fitter. Ja, goed zo. Nou, nu heb je de rust alweer. Dan wordt het alleen maar een gevecht. Goed zo. Super netjes. Ja, goed zo. Netjes. Lijn uit, rechterop af. Goed. Netjes. Andere kant op. Recht houden. Ja, juist. Goed zo. Netjes en rechtop af. Door. Ja. Voor het eerst buiten. Het is echt voor het allereerst. Allereerst. Ja. Oh, die ogen. Helemaal nat van het... Wat doe je me aan? Grote ogen heeft hij op. Ja? Ja. Even inzoomen op je hoofd. Een blije hoofd. Een zweet hoofd. En dan kan je hier straks rechts. Oh, ze is zo braaf. Even hierheen kijken. Ik veel heb. Nou, laat je de waterbak nog even van deze kant zien. Goed zo. Super goed. Ga maar naar het diepe toe. Daar? Ja. Dat kan niet wel. Dat kan niet wel. Huh? Die beestbeschermers vallen niet af. Nee, maar ik heb maar één paar. Ah joh. Oh, lekker. Als hij gaat rollen, hè, dan ga ik heel hard lachen. Nee. Hier. Wat zei je? Hij bestelt het niet aan mijn eten. Laat eens je mooie outfit zien. Van Whisper. Nou, van Whisper, zo'n mooie petje. Ja, nou is het wel echt rood. Ja? Dat is wel een beetje vies. Oh, zand in mijn bak. Ik zie niks meer. Yeah, you have drinks.
Maar je kruis kan dat wel. Hees, je moet gewoon even wachten. Nice! Oh my god, dit is zo leuk! Koekoek! Oké, ik doe hem dicht. Ja, we gaan rijden. Alleen been. Recht houden. Recht en wissel. Juist. Goed zo. Juist. Niet te veel. Handen los. Dit is te veel. Nou. Nou, nog een keertje schouder binnenwaarts. Hou ja daar. Juste, maar nu ga je veel te scherp. Ja, dat is beter, dat laatste. Goed zo. Au, oh, tyfus. Auw, niet door. God. Lekker met inzoomen. Ja. Ja. Goed vasthouden. Ik kan het dus nog zelf scherp stellen. Hallo. Dag. Doe maar. Dacht het niet. Gewoon niet zo. Nee. Je kan het. Als je valt, staat het ten eerste op veel. En ten tweede val je zacht. Ik val helemaal niet zacht. Oké, maar. Oké, ik ga het doen. Oké, ik ga het doen. Oh mooi, je hebt je haar omhoog. Ja. Vind ik zo chic staan. Nou, hoe zit het? Mooi. Boze schoenen liggen daar. Oh ja. Sweepie? Sweepie? Is dat zo'n stokje in beeld? Deze rubriek worden aangeboden door de stal Feitsma en Van Hap. Ja.
Het is niet lekker zien. Van Cornwall naar 1. Het is nummer 3 van de stad. Ja, is er een chip al gecontroleerd? Nee, maar dat... Dan hoor ik even naar Sophie Postma met Golden Whisper. Ja, 4-0-3 en 4 strafpunten in het parcours voor Sophie Postma.